bijstand. Wat is fraude? Nou ja, als je werkt naast je sociale dienstuitkering, naast je bijstanduitkering, dat is fraude. Ik vind zelfs, nee, maar ik zei dat je als je een uitkering hebt en je hebt werk, dan moet je die uitkering kwijt en dan moet je daar een loon voor hebben. Ja. Ja, maar alleen voor, ik vind het nog veel erger. Je moet een basisinkomen invoeren. Voor de bijstand geldt een verplichting tot een tegenprestatie. Tot het leveren van een tegenprestatie. En dat is wat anders dan werk. Nou, daar ben ik dus valikant op tegen. Want als je een uitkering hebt en je moet werken daarvoor. Dat vind ik gewoon belachelijk. Want het verdringt werk wat er is. En daar zou je dus in plaats van dat je zegt, je hebt een uitkering, dus je moet werken. Moet je zeggen, weet je wat, we hebben werk voor jou. Je krijgt daar een salaris voor. Dan ben je uit de uitkering. Meneer... Ook het bestuurderskosten geld. 4 wethouders is voldoende. Ja. Mag ik in de vasting? Harry, ja, helemaal mee eens. 4 wethouders, 5 wethouders zijn veel te veel. 4 wethouders. En misschien kunnen we het in de toekomst ook wel met 3 wethouders af. Ja, dit is natuurlijk een van onze stokpaardjes. Maar het bestuurders kosten geld. Nee, ondeskundigheid kost geld. Dat is veel erger. De vorige keer ging het over 4 wethouders. Maar toen kwam er toch weer een tweede CDA-wethouder bij, hè? Ja, dat was inderdaad de vorige keer wel het geval. Gaat ons dat nu weer overkomen? Je hebt straks een nieuwe situatie, dus een nieuw college komt er. En volgens mij moeten we het aan hen overlaten en aan de nieuwe raad wat zij daarvan vinden. Zo is het, dat is het democratische, dat is hoe het democratisch bij ons geregeld is. En als we straks een meerderheid van de raad hebben die zegt we moeten naar 5 wethouders. Ja, dan gaan we naar 5 wethouders. Dat is een democratisch besluit. Dan kunnen we dat financieel wel anders doen, hè? Je kan, ja. Wacht even, je kan zeggen we hebben 5 wethouders, nee. Maar dan wel 80%. Ja, ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, maar dan houden ze zelf uitgaven. Nee, ben ik het niet mee eens. Die mensen gaan geen part-time werk doen. Meneer Sielman, ik ben het met u eens. Ik kan het best wel vinden. Nou, omdat die mensen, wat denk je nou? Dat ze na 32 uur zeggen van jongens, ik ga naar huis? Dat is het werk van een wethouder niet. Wat ik graag zou willen is dat wij hier met z'n 5 hier nou staan. En allemaal mooi natuurlijk kunnen tetteren en een beetje voor kunnen zeggen we gaan naar 3. Ja. Met 3 ga je geen stad besturen. Dat is met binnen de portefeuille, de programmasturing is niet. Als ik in mijn zin af mag maken, meneer Stark. Ik vind dat we dat over moeten laten aan de nieuwe raad die er straks zit. Wel, wanneer bent u voor het laatst bij de AZC geweest? Nou, ik heb gesproken met buurtbewoners daar. En er zijn oude vrouwen die s'avonds de hond niet meer uit durven laten. Oh. Omdat ze worden uitgescholden, worden aangesproken mensen daar die geen binding hebben met onze stad. Er is totaal geen overlast van dat AZC. Al jaren. Gaat u daar gelijk eens in, meneer Stark? Beste mensen, ik woon zelf op een paar honderd meter afstand van hetzelfde AZC aan de op Marsumse straat. En Bastiaan Steutelen, ik heb geen enkel, maar dan ook geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er ongeregeldheden of wat dan maar in de straat, in mijn straat, in onze buurt, in Almelo plaatsvinden. Dus ik wil heel graag dat u stopt met zo'n tweedeling te creëren, maar ook een probleem te creëren en vooral angst te zaaien in deze mooie stad.